Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Hoe werkt WhatsApp op je desktop? WhatsApp voor PC is een verlengstuk van de WhatsApp-versie op je smartphone. Ik leg het je uit. Allereerst, wil je dat de PC-versie van WhatsApp werkt, dan moet je een werkend account op je smartphone hebben, zoals dit hier. Anders zal wat ik nu allemaal ga uitleggen helemaal niet werken. Als je dikwijls aan het werken bent op je PC zoals ik, voor YouTube-filmpjes te maken bijvoorbeeld, en je hebt heel wat WhatsApp, chats of groepen, dan wil je toch niet de hele tijd switchen van je computer naar je smartphone. Met WhatsApp op je PC kan je verder chatten vanaf je PC. Voor mij is chatten op PC ook heel wat sneller dan op een smartphone. Wat moet je doen? Je gaat naar whatsapp.com. Je klikt op het menudeel downloaden. Je kiest de versie die je wilt hebben. De Windows-versie of de Mac-versie. Je klikt natuurlijk op download en je installeert het gedownloade programma. Voor degenen die nog nooit een programma hebben geïnstalleerd, je hebt dus op die knop downloaden gedrukt. Na het downloaden verschijnt dit programma in de download folder, deze hier. En dan dubbelklik je op dit bestand. Dat gaan we doen. Het kan even duren. En voilà, het programma is geïnstalleerd. Als je nu gaat kijken op je desktop, dan zie je hier een WhatsApp-icoon. En wil je het starten, klik je op WhatsApp. Dat is alles. Dus helemaal niet moeilijk. Installatie uitgevoerd? Wel, dan zie je, dan staat er een WhatsApp-icoon op je desktop. Daar dubbelklik je op en je ziet dat WhatsApp opstart. Je ziet ook een QR-code. Er staat links van de QR-code wat je moet doen. Ik ga het je voordoen. Hier staat open de WhatsApp op je telefoon. Bij mij is WhatsApp al open. Klik op instellingen of menu. Ik ga op instellingen klikken. Dan zie je hier WhatsApp desktop. Selecteer WhatsApp desktop. WhatsApp web desktop. Dat gaan we doen. En dan staat hier scan de QR-code. Dat gaan we ook doen. Dus ik klik hierop. Je ziet nu mijn toetsenbord. Ja. En ik ga het richten op mijn scherm. En onmiddellijk maakt hij een connectie. We gaan terug naar de chats door hierop te klikken. En er staat hierbij natuurlijk, zorg ervoor dat uw telefoon verbonden blijft. Dat moet je doen, want anders zal de chat niet werken. Dus ik heb nu een chat gemaakt voor mezelf. Ik ga nu even chatten met mezelf. Ik heb hier een groep aangemaakt waar ik alleen in sta. Ik heb die hier ook op mijn iPhone of op je smartphone. En je ziet dat dat hetzelfde is. Tik ik nu hallo op de desktopversie. Druk enter. Dan zie je dat hallo ook verschijnt op mijn iPhone. Ik type in hallo. En je ziet dat hallo ook verschijnt op de desktopversie. En zo kan je dus babbelen met iedereen die hierop staat via je PC. Dus alles wordt mooi gemirrored of gekopieerd. Wat ook heel fijn is, je kan dus een foto vanaf je PC naar je iPhone of je smartphone sturen. Dat gaan we doen. Ik sleur een fotootje hierin. Save your internet. Ik type in hashtag save your internet. Stuur verzenden. Het fotootje is verzonden en je ziet dat het ook op mijn smartphone komt. Andersom werkt natuurlijk ook. Ik pak hier iets van mijn fotoalbum. Ik klik hierop. Ik kan natuurlijk een foto maken, maar ik kan ook dit fotootje nemen. Instagram hoogtepunt of highlights. Ja. En ik klik hierop versturen. En dit fotootje wordt dus ook verstuurd naar de desktop. En dit kan je ook natuurlijk saven op je PC. Je ziet heel wat mogelijkheden. En het is ook leuk om te doen. Als je niet graag een programma installeert op je computer, dan heb je nog altijd de webversie van WhatsApp. Ook op je desktop natuurlijk. Je klikt daarop en dan moet je hetzelfde doen. Je gaat naar instellingen, WhatsApp web en je connecteert met deze QR-code. Dat gaan we doen. Ik scan hem en ik ben ook geconnecteerd. Niet via het programma op je computer, maar via het web. En je kan ook chatten op die manier. Je ziet, alles van mijn vorige chat staat hier ook nog op. Veel succes! Dit was een korte versie om met WhatsApp te chatten via je PC. Probeer het ook maar eens uit.
Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag! We'll be right back.